Ik ben Philip van Helsting en ben opgegroeid in een gezin van 10 kinderen, waarbij diverse creatievelingen ook zijn opgegroeid, waaronder ikzelf. Ik ben van jongs af aan eigenlijk altijd met tekenen en schilderen bezig geweest. De creativiteit heeft zich in de loop der jaren vanzelf verder ontwikkeld. Ik heb me steeds meer op het schilderen gericht. En nou ja, dat heeft uiteindelijk geleid tot de resultaten die tot nu toe gemaakt zijn. Van jongs af aan sterk geïnspireerd door de vroege cubisten. En dat zijn bijvoorbeeld Casimir Malevich, Pablo Picasso, Fernand Léger, Georges Braque, Robert Delaunay. Nou ja, dat zijn voor mij wel echte voorbeelden. Maar waar ik erg door geïnspireerd ben, is Tamara de Lempicka. Je kan het een beetje omschrijven als abstract realisme. Echt zware cubistische invloeden. Het lijnenspel bepaalt is een wezenlijk deel waardoor het beeld wordt bepaald. Mijn interesse gaat er ook veelal uit naar de sport. Met name de paardensport, abstract naakt en muziek. Ik probeer eigenlijk naakt weer te geven, niet op een hele platte manier, maar op een manier dat je kijkt naar het schilderij, dat je net niet helemaal ziet hoe het nou in elkaar zit. Maar je kan toch wel duidelijk kan je zien wat de voorstelling is. En als je het eenmaal weet, dan vergeet je het ook nooit meer. Nou, dit is dus de plek waar ik heel veel van mijn schilderijen creëer. En eigenlijk is het een paar vierkante meter die ik nodig heb om tot creatie te komen. En dat doe ik ook in volledige rust. Dus geen muziek, geen geluiden. Want ik wil me volledig focussen op het beeld. En behoeften, vele lagen worden opgebouwd. Voordat ik het uiteindelijke beeld te pakken heb. Ik begin met gewoon een ruwe schetsje. Je ziet hier de potloodlijnen zien nog zitten, je ziet het zitten. Dan ga ik met een soort structuurlaag, ga ik de tekening die ik geschetst heb, die ga ik helemaal maken, eigenlijk op een wit vlak. En daarna ga ik schilderen. Dus dan krijg je ook die verdikkingen te zien zoals je hier ziet. Dat zie je ook hier, maar dat is helemaal in de vorm van de schets zoals ik hem gemaakt heb. En als de schilderij klaar is, dan heb ik weer tijd en dan maak ik alles schoon en dan begin ik weer aan een nieuw doek. Dus het kan soms heel lang duren voordat de schilderij klaar is. Soms met het ene schilderij ben je een paar weken bezig. Met het andere schilderij kan je wel een half jaar bezig zijn, afhankelijk van formaat en intensiteit van kleurverdeling, schakering. Ja, en ik heb natuurlijk allemaal materialen, mijn verf, mijn kwasten, heb ik allemaal binnen bereik. Dus ik kan daar goed mee uit de voeten. Het grappige was dat als je kijkt hoe ik geïnspireerd ben geraakt, dan is dat al vanuit mijn vroege jeugd. Want toen kwam ik als klein jongetje. En dan moeten we even daar kijken. Daar heb je een klein slootje. Helemaal in de verte. Daar is normaal gesproken ook het startblok voor de paardenraces. En dan legde ik met een vriendje van mij een plank over de sloot. En dan gingen we via de camping Duinzicht. Gingen wij stiekem de renbaan op. En dan konden we alle start zien en we konden ook langzamerhand naar de tribune toe glippen. En konden we menige race konden we bekijken. Nou, dat was natuurlijk extreem spannend. Maar wat mij echt enorm fascineerde, was de kracht van de paarden. Die spierbundels en dan die jockeys die toch vrij klein zijn. Zo'n paard gewoon compleet in bedwang hebben. Dus het krachtenspel tussen man en paard, dat vond ik zo geweldig.
ook zie je dat mijn kunst ook sterk beïnvloed is door mijn grafische vak. Met de rechte lijnen en de vlakke structuur die ik altijd inbreng in mijn werk. Ik heb voor vele mensen heb ik een merkwaardig hobby. Dat is het zwemmen in zee, maar dan het hele jaar door. Geen dag overslaan. Dat betekent dus als het in de winter 1,2 of 2 graden is, dat we ook 2 minuten de zee heen gaan. Met noordoostenwind of hagel, vriezen. Maakt niet uit, we gaan er gewoon in en komen er ook weer goed uit. Luister, ik woon natuurlijk in Den Haag, het is een vrij drukke stad. Maar toch een beetje aan de rand van Den Haag, Scheveningen, waar ik de zee in mijn nabijheid heb en waar ik natuurlijk iedere dag mijn duik neem. Maar daarnaast heb ik ook een heel rustig gebied tussen de boeren in Frankrijk. Ik hou enorm van Frankrijk, ik ben echt een francofiel. Ging vroeger in mijn jeugd ook altijd naar Frankrijk op vakantie. En dan trok ik een rechte lijn over de kaart van Frankrijk en dan volgden we ook exact die lijn. Nou, dat betekent dat je dus niet alleen maar snel over de tolweg rijdt, maar dat je geniet van alles wat je tegenkomt. En wat je daar allemaal niet tegenkomt, is ongelooflijk. Want de lekkerste restaurants, de wijnen, wijnproeverijen. Nou, ik hou van een heerlijk glas wijn, zou ik je vertellen. Dus. En ik hou van lekker koken. Dat is misschien hier toch wel een beetje aan te zien. Maar het genot is er niet minder om. En er zijn natuurlijk vooral in het gebied waar wij een huis hebben. Dat is Normandië. Daar is vooral de vis is enorm aanwezig. En alle visgerechten, de crustacee. Met een mooie glas calvados, heerlijk om te genieten. We zitten daar ook 10 minuten van de kust, Krijtrotsen. Ook daar kan ik mijn duikje in de zee nemen. En het is een en al genieten. Dus dat is dan het tweede deel van mijn rijke bestaan.